Toen ik een jaar of 6 was, zag ik een prachtige prent in het boek over het oerwoud. Ik sprong op, veegde mijn ogen uit en keek eens goed. En daar stond een klein, schattig ventje dat me doordringend aankeek. Ik denk dat hij uiteindelijk ontsnapte met een groep wilde trekvogels. De kleine prins kwam in de buurt van asteroïde 325, 326, 327, 328, 329. Daar komt een onderdaan. Als je er het eerst aan denkt, dan neem je er een patent op en dan is dat idee van jou. De volgende planeet was de kleinste van allemaal. Als je nu zo traag loopt dat je altijd in de zon blijft, dan duren de dagen toch net zo lang als je zelf wil. En toen het prinsje eenmaal op de aarde stond, was hij heel verbaasd dat hij niemand zag. Toen verscheen de vos. Kijk, jij gaat een eindje van me vandaan in het gras staan. Ik los juist. Alleen met je hart. Goed. Heb jij wel goed vergif? Het zal toch niet lang pijn doen? Vannacht staat mijn ster precies op de plaats waar ik vorig jaar gevallen ben.